Welkom bij deze podcast over contractmanagement. Thema van vandaag is Niemand kan het alleen. Uh, gast vandaag is Linda Tonkens, auteur van een aantal boeken over het uh, vak contractmanagement en ook nog iets anders. Realisatie-verificatie-management en expert op het gebied van contractmanagement. Mijn naam is Hans Frederiks en al jaren passioneel verbonden met, uh, met IPMA en projectmanagement... En de reden van, van vandaag is om die twee werelden eens te koppelen aan elkaar, contractmanagement en projectmanagement, vanuit de gedachte niemand kan het alleen. Welkom, Linda. Dankjewel, Hans. Um, als ik dan mag, mag beginnen, uh, vanuit mijn passie, ik heb, de, uh, zou ik zeggen, toch wel de geestelijk vader van de contractmanagementmethode waar we het vanavond over gaan hebben. Cuts heb ik uh, als collega mogen hebben. toen ik nog bij het uh, uh, bedrijf werkte. En um, uh, Jan van Bekkem had uh, daar een, een visie. en een, 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 een beeld bij. dat uh, contractmanagement en projectmanagement samen moesten werken. Uh, ik ben er nu achter gekomen dat Jan zijn tijd ver, 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 ver uit was. Uh, omdat. Uh, projectmanagement en projectmanagers toch vooral op focus op resultaat en, 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 en tijd en geld... en het resultaat opleveren uh, hebben... Um, is het ook belangrijk om eens te kijken van... hoe passen die dingen nou in contracten en samenwerken met andere bedrijven? En daar wil ik graag jouw ideeën of beelden bij hebben, Linda. Dat is een hele ruime vraag, Hans. Maar daar uh, kan ik vast wel een stukje, een stukje antwoord aan gaan geven. Ik wat je... Uh... Wat je ziet, hè, als, je, als je alles uh, terug gaat brengen tot de blokjes uit waarop het is opgebouwd, is dat een project is een resultaat dat binnen een bepaalde tijd, binnen een bepaald budget moet worden neergezet. Een contract is een afspraak tussen twee partijen. En ik denk dat als we misschien 15 jaar terug in de tijd uh, gingen, dat die twee lang niet altijd met elkaar verbonden waren. Als je ook kijkt naar de motto van deze podcast, niemand kan het alleen, dat wordt natuurlijk steeds meer realiteit. Ja. In werkelijkheid leven we in een wereld waar eigenlijk geen enkele organisatie meer iets helemaal alleen doet. Aan de verkopende kant ben je altijd met een klant bezig, dus he, daar ontstaat altijd een contract. Maar ook aan de inkopende kant dan zal het je verrassen eigenlijk hoeveel ingehuurde partijen daar betrokken zijn bij het uitvoeren van een project, bij het leveren van een dienst. Eigenlijk bij alles. Volgens mij is onderzocht dat 70 tot 80 procent van de kosten die een organisatie maakt eigenlijk uitbesteed werk zijn. Ja. Dus alles wat je doet en daarmee ook projectmanagement is onlosmakelijk vervlochten met contracten en de bewustwording daarvan mm -hmm. is denk ik wat steeds meer realiteit wordt, maar ook steeds complexer wordt doordat er steeds meer contracten komen. Klopt. En daar ben ik het met je eens dat de de basis, de fundering die Jan van Bekkem samen met gert Jan Vlasveld heeft gelegd. Ja. ...met Laten we er eens over nagaan, denken over de, hoe het vakgebied contractmanagement eruit ziet. En waar ik uh, met heel veel plezier elke dag op, op door mag bouwen en verder aan mag werken. En dat naar deze tijd en deze omstandigheden mag brengen. Ja, dat dat daar een mooie basis voor was. Zeker, zeker. En wat ik, ik bijvoorbeeld heel erg uh, enthousiast van, van ben geworden is uh, dat uh, vanuit mijn werk als projectmanager was ik erg gefocust op het binnen de tijd, geld en kwaliteit leveren van het resultaat. Met alle respect, daar werd ik ook op, op, op afgerekend, daar wordt de projectmanager op afgerekend. Focus is goed, maar waar ik uh, toen ik achter gekomen ben, is, uh, ja, een projectmanager, zeker ik, regel de dingen Snap je? Heel eerlijk in die keten. Nou, het moest eens moest geregeld worden, het moest eens geleverd worden. Ja, dan keek je rond je netwerk of je belde eens links en rechts en verkeurde van mij leveren. Ja, dat is prima. En dan werd met name het inhoudelijke deel werd geleverd. En ik, heel eerlijk, weinig kijk wat het effect dan was of de gevolgen waren voor eventuele andere afwaken met het bedrijf. Wat ik nou zo mooi vind van jouw boek en, en van jouw visie, is die zin op, uh, op het boek van werken aan contracten, naar contracten die werken. Ook onze projectmanagers zijn in de loop der jaren zich gaan ontwikkelen... niet alleen leveren van het resultaat, maar leveren van waarde. En daar zie ik ook een heel groot verband en ook overeenkomst... tussen projectmanagers en contactmanagers. Zie je dat ook? Ja, zeker. En ik denk uiteindelijk uh, tussen alle medewerkers... en alle functies in een organisatie, dat er steeds meer realisatie komt... dat je samen aan een groter doel werkt. Ja. Waar we allemaal nog wel heel veel stappen te maken hebben, is ook te zorgen dat we daadwerkelijk op een effectieve en efficiënte manier naar dat grotere doel toe gaan werken. Mm -hmm. ja, maar die realisatie is er steeds meer. Dat komt ook omdat organisaties steeds vaker voor dingen aan de lat staan die niet meer per se zo direct in de eerste primaire prestatie tot uiting komen. Bepaalde wet en regelgeving, steeds meer wet en regelgeving. De duurzaamheidsdoelstellingen, de ESG-richtlijn, dat zijn allemaal dingen. Overkoepelend zijn en waar je samen dus voor aan de lat moet staan. De wijzigingen in de wereld die zo snel gaan dat je wel moet reageren onderweg, ja. is iets wat je samen moet doen met z'n allen. En ik denk dat daar dan uh, dat stukje bewustwording zit en dat stukje uh, nou, hè, verheldering. Als we met z'n allen weten wat die doelen zijn en hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Kun je daar uiteindelijk in ieder deelproces, of dat nou projectmanagement, contractmanagement, servicemanagement, inkoop, verkoop. Kun je in ieder deelproces in de organisatie daar rekening mee houden? Waar um, um, raken die twee rollen elkaar en waar verschillen ze juist van elkaar volgens jou Linda? Um, ze raken elkaar in het nastreven van die doelstellingen. Als ik dan even terug ga naar, naar de boeken die ik erover geschreven heb, dan hebben beide wel Projectmanager, wat ik realisatie- en verificatiemanager noem. Omdat ik van hele lange woorden hou. Nee, omdat ik uh, heel, eigenlijk heel clean wilde aangeven wat die rol doet. Je realiseert iets of je verifieert dat de andere doet of allebei. Hè, maar laten we het voor nu projectmanager noemen. Die projectmanager en die contractmanager hebben beide in de definitie dan zitten dat zij de contractdoelstellingen moeten realiseren. En de contractdoelstellingen zijn eigenlijk een afgeleide van de organisatiedoelstellingen. Ja. Dus daar komt dat terug. Maar er zit wel degelijk een verschil in. Want wat we uh, in, de, in de methode CATS, de methodes CATS inmiddels neerzetten, is dat je eigenlijk als je naar een contract kijkt, dat je dat zult moeten splitsen in twee stukken: iets wat we de overeengekomen prestatie en alle overige contractafspraken. Um, Noemen en uh, als je in organisaties komt waar ze dit heel vaak gebruiken, dan roept iedereen DOP en AOC. En ja. dan is de vraag: Is dit DOP? Is helemaal ja. geen rare vraag, maar daar bedoelen we dan de overeengekomen prestatie mee. Die overeengekomen prestatie vraagt eigenlijk een dagelijkse operationele focus dat dingen geregeld moeten hey. worden. Ja. maar. Het risico wordt steeds groter dat als je dingen regelt en je regelt dat niet zoals we dat vooraf afspraken, dat je ook andere dingen ontregelt. Ja. Dus er zit een set afspraken om die overeengekomen prestatie heen, die ook bewaakt moet worden. En dat is wat wij alle overige contractafspraken noemen. Die hebben het in iets, meer, iets minder operationele focus, misschien eens per week, eens per maand. En dat is wat in mijn optiek een contractmanager doet. En dat samenspel. Ja, dat is ontzettend belangrijk. En je zal ook in het projectmanagement domein over, overigens heel vaak zien dat degene die de functie projectmanager heeft beide rollen vervult. Want ja. Juist door dat ja. tijdsgebonden zijn van een project, ja. kan dat soms heel erg goed werken. Als ik daar, daar, ik haken, dat, dat, is, dat is mijn leerpunt geweest. Want ik deed die twee dingen, die Dop AOC. Ik heb er nu ik heb ze nu apart leren kennen, ja? maar ik zie ook de overeenkomsten. En ik moet heel eerlijk zeggen, uh, uh, ik heb het jarenlang gecombineerd. Maar wat je nu merkt, is dat de, de, de zou ik zeggen, de belangen van de contracten en de vele samenwerkingsovereenkomsten wordt zo belangrijk dat het erbij doen op een gegeven moment niet meer lukt. Net als, als ik, als ik, als ik, als ik het zelf bekijk, net als je vroeger projecten erbij deed bij je normale werk, is dat nu een vak geworden, van A tot en met D niveau op IPMA, worldwide, duizenden, tienduizenden mensen, uh, zie ik dat Dezelfde trend eigenlijk ook met contract en contractmanagers ontstaan. Is dat ook iets wat jij zo ziet? Of? Ja, contractmanagement zelf is een vak geworden, ja. maar ik denk ook dat het echt een heel belangrijk onderdeel is geworden van aangrenzende functies. In de primaire processen, ja. in, de bedrijf, in, de, in, de, in de bedrijfsvoering, zitten altijd mensen die uiteindelijk dat project of die dienst nodig hebben. Dus die wilden dat contract. Ja. En dat betekent dat ze daar een rol in hebben. Dat noemen wij dan contracteigenaar. Ja. Uh, ja, die zal wel die verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten zorgen dat die sturing neemt, uh, geeft. Ook in dat soort functies moet eigenlijk die vakvolwassenheid uh, steeds duidelijker worden. En dat wordt die ook. Want een heel groot gedeelte van wat ze eigenlijk aansturen, gebeurt door anderen. Ja. En daar zit misschien een schakeltje tussen. Uiteindelijk zijn er wel uh, andere partijen bij betrokken. Ja. Dus die, ja, je ziet dat steeds verder toenemen. In... En ik zie ook heel veel overeenkomsten. Uh, in, in de tussen aangezegde begintijd van projectmanagement... moesten mensen ook wennen aan de rol opdrachtgever. En de rol opdrachtnemer. Snap je? En projectmanager. Ja. En wat doe ik dan en wat doe ik dan niet? Dat heb ik de afgelopen jaar, 15 tot 20 jaar heb ik dat zien ontwikkelen. Ik, maar heeft natuurlijk een heel blij, belangrijke bijdrage aan geleverd, Maar ik zie eigenlijk dezelfde trend uh, binnen contract... Uh, managers. Dat betekent dat ook dat daar, zal ik zeggen, uh, niveauverschil in zit in, in, in contractmanagers? Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, je, je, hebt, je hebt uiteraard organisaties die onderscheid maken in uh, junior, medior en ja, senior ja. contractmanagers. Ik denk dat we een aparte podcast kunnen maken over wat ik precies allemaal van die functietitels uh, dan zou vinden. Um, maar. Ik denk dat het nog belangrijker is dat uiteindelijk de organisatie waarin je werkt het verschil gaat maken. En die organisaties die het benaderen als een integraal proces, wat eigenlijk over silo's heen ligt hè? want overal zitten die contracten, ja, overal ja. hebben ze raakvlakken mee en uiteindelijk is het een merendeel van het werk. Organisaties die dat voor elkaar krijgen en die dus op strategisch, tactisch en operationeel weten te borgen dat die organisatiedoelstellingen worden bereikt, of dat nou met de interne processen is of met de contracten, en dat ze daarmee of hun missie realiseren of aan wet en regelgeving voldoen, want nou, we eerlijk zijn, dat zijn ook gewoon doelstellingen. Dat die organisaties uiteindelijk tot een snellere volwassenheid van het contractmanagement vak en dus van de mensen die daar werken, uh, zullen leiden dan echt niveaus in, uh, in functie. Oké. Okay. Um... Moet je een groot bedrijf zijn om contractmanagement professioneel op te zetten, heb je, heb je een bepaalde kritische massa nodig, Ja, jou betreft. Um, nee, ik denk dat uiteindelijk iedereen uh, aan contractmanagement doet. Het. het oudste contract is volgens mij 4300 jaar oud. In steen gehouden. In steen gehouden. En het schrift is daarmee ervoor opgesteld uh, als je een beetje historisch onderzoek doet. En uiteindelijk als je een contract aangaat, of dat er nou 1 of 100 zijn. Je voert activiteiten uit. Ja. En als je dat een beetje chic wil aanpakken, kun je dat al gelijk contractmanagement noemen. Ja. Waar het om gaat is als je een bepaalde massa hebt, en dat betekent enerzijds in geld, maar ook in aantallen, maar ook in bedrijfskritischheid en verbondenheid van die contracten, dat het aansturen ervan eigenlijk op een gegeven moment niet meer kan zonder dat je je, uh, je spelregels gaat bepalen. Het is fijn als iedereen hetzelfde verstaat onder. Contractmanagement of onder DOP en AOC, waar we het net al over hadden. Dus er is wel een, wel een kritische massa en ik kan je niet precies aangeven waar die ligt. Maar grotere organisaties zijn wel veel meer gebaat bij die uniforme structuur en uniforme taal. Ja. Want uiteindelijk kantel je die, als je hem binnen je organisatie voor elkaar hebt. kantel je hem natuurlijk ook naar je wederpartij, dus je klant of je, of je leverancier. Als die ook dezelfde taal gebruiken. Ja, dan gaat er natuurlijk heel veel ruis en heel veel uh, onnodig gedoe uit zo'n proces. En dat is waarom ik met de methode CATS. eigenlijk steeds probeer om die uniforme taal. te blijven ontwikkelen, zodat het een blokkendoos blijft. Ja. waar mensen uit kunnen kiezen. wat voor hun proces, voor hun project, voor hun dienst belangrijk is. Ja, dat, je kunt maken. Ja. dat je het op maat kunt maken. Want als ik even kijk naar mijn eigen ervaring, dan heb ik die, die twee rollen. Jarenlang gecombineerd. Ik denk heel eerlijk dat heel veel projectmanagers die er steeds combineren. Maar ik denk ook dat bij wat jij noemt, een aantal uh, grotere organisaties, dat, dat je daar steeds meer scheidingen krijgt dan, dan terugkomen op ons motto. Ik denk dat die dan toch wel hetzelfde beeld zouden moeten hebben wat contactmanagement is, hetzelfde beeld moeten hebben wat projectmanagement is. En daar zit volgens mij de synergie dan, dat je elkaar beter verstaat en ja. eigenlijk niet langs elkaar werkt, maar met elkaar. En als je kijkt naar, 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 naar onze wereld, hoe, hoe complex die geworden is. Je hebt mensen een keer verteld: uh, een kaartje pakken bij het uh, bij parkeergarage. en dan uh, in een vliegtuig uh, zitten. Ben je vele tientallen schakels verder? Ben je vele tientallen leveranciers? En je hebt het niet door als, 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 als simpele uh, vliegtuigpassagier. en een projectmanager. die, die ik bijvoorbeeld ken, die, die regelt dan bijvoorbeeld de, de elektronische mogelijkheid. dat je, dat je zo'n kaartje kunt, kunt, kunt bemachtigen. Ja, één deel van de keten. En een contractmanager, omdat ik een beetje kijk heb van allebei de keten, zeg ik, ja, maar, sluit, maar dat zijn contractrelaties. Dat is een essentie, ja, die een contractmanager in de gaten moet houden. En daar komt die samenwerking, denk ik, juist boven water. Ja. Je gaat dan zien dat als een projectmanager in zo'n zo project, wat groot en een volledige taak op zich is, maar eigenlijk in het grotere geheel nog steeds klein, ja. als die daar een beslissing neemt om bijvoorbeeld een bepaalde investering in, uh, software niet te doen dat dat buiten het budget loopt maar dat er daarna in de operatie steeds iets uitvalt of ja. iets handmatig moet worden blijven gedaan wat vele malen meer kost ja. He, daar, dat soort dat bedoel ik met je kunt wel dingen regelen maar je moet vooral ook opletten dat je geen dingen ontregelt om ja. je heen het ja. ja. regelen dat moet nog steeds uh, gebeuren maar is, is is dat ook iets wat je mee zou willen geven vandaag je moet dingen goed regelen als projectmanager, maar zorg, besef ook dat je niks ontregelt. Ja, en realiseer je heel goed wanneer je eigenlijk wat dan doet. Een projectmanager is nou typisch zo'n functie, waar een veelheid van rollen in samenkomt. Ja. En dan even mijn, uh, mijn fascinatie met het verschil tussen functie en rollen. Een rol is een set aan activiteiten die op een of andere manier in een proces logisch samenhangt. Kan je naar kijken en denk je, ja, dat hoort bij elkaar. Een functie is heel plat geslagen alles wat één persoon doet. Ja. En het is zelden of nooit zo dat een functie en een rol precies gelijk lopen. Dus dat betekent dat een rol gesplitst is over twee functies. Dat betekent dat iemand twee rollen in één combineert ja. of verdelen met z'n tien. Dat maakt niet uit. Projectmanager is nou typisch um, door dat dynamische karakter en dat tijdgebondenheid, zo'n zo'n functie, waarin zomaar heel veel rollen dreigen in te sluipen ik denk dat het voor een projectmanager wel essentieel is om te weten van... hé, hey, wanneer ben ik nou die contractmanager? Als we het even op contractmanagement houden. Als ik dat petje dan opzet, weet ik dan voldoende van het hele speelveld... wat contractmanagement inhoudt. En als ik denk, hé, hey, ik weet niet voldoende... naar welke collega binnen de organisatie kan ik dan gaan... om te zeggen van, joh, dit gaat buiten mijn speelveld... Ja? Um, kunnen we samen overleggen? Dan ga je naar een volwassen organisatie toe. En als het nog groter wordt, heb je op projecten ook losse contractmanagers zitten. Precies. Goed. Nou, daar even op inhakend: uh, IPMA maakt gebruik van een zogenaamde individual competence baseline. Dat is eigenlijk een set van 28 dingen die. Die de uh, behoefteorganisaties vindt dat een werkmanager moet, zou moeten kunnen en kennen. Mm. En een daarvan uh, hebben zij samengevat onder het kopje inkoop. Maar omdat ik allebei de methodes en, 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 en mindset een beetje ken, zie ik er ook heel veel overeenkomsten. Dingen als het, het inkoopproces, het uh, verschil tussen request for proposal, request for information en dergelijke. Denk je dat, um, zou ik zeggen, die kennis alleen voldoende. Is voor een projectmanager of zeg je contractmanagement kan daar juist iets op aanvullen? Ja, ik denk dat als je kijkt naar uh, het onderscheid, want dan gaan we het over het onderscheid inkoop-contractmanagement ja, ja, hebben. Ja. En dat zie je verschuiven. Um, je kunt steeds minder uh, met zekerheid zeggen wat je nu echt met elkaar afspreekt. Als de wereld steeds sneller verandert. Ja. En um, we kijken nu naar sociale ontwikkelingen en technologische mogelijkheden die we echt tien jaar geleden of misschien vijf jaar geleden met z'n allen uh, nog niet voor, voor mogelijk hadden gehouden. En we zijn op dat moment een contract aangegaan, ja, dan zitten we misschien niet meer in het juiste contract. En in plaats van dat je dat dan steeds op moet zeggen, gaat die dynamiek van contracten wijzigen, uh, andere afspraken maken, weer binnen dat grotere plaatje van de organisatie, gaat het natuurlijk steeds belangrijker worden. Dat betekent dat je eigenlijk in dat inkoopstuk, in waar we het contract maken, steeds meer aandacht zult moeten hebben voor. Natuurlijk krijgen we de juiste dingen voor de juiste prijs. Ja. Dat blijft voorop staan. Maar ook hebben we op de juiste manier de wendbaarheid en de informatievoorziening ingebracht. om straks te kunnen wijzigen, om dat complexe stakeholderveld te kunnen managen. Hebben we nagedacht dat als een ander contract waarmee ik verbonden ben. Op een ander tijdstip eindigt dan het mijne, dat we dan ook iets kunnen, of zitten we dan nog vast? Dus je ziet dat zo'n contract en de afspraken zich veel meer gaan richten op de dynamiek. En die dynamiek die daarna komt, wordt beheerst en wordt gemanaged door contractmanagement. Ja. Dus dan denk ik dat contractmanagement hele nuttige kennis is op dit moment. En dat als je me dit over twee, drie jaar vraagt, dat het bijna gewoon vereiste kennis gaat zijn. En je zult moeten weten. Wat de facetten zijn die daarin spelen. Um, zou jij nog iets meer kunnen toelichten op. Uh, zou ik zeggen. De, 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 we hebben over de, de rol projectmanager. Mm -hmm. maar ook de rol realisatie- verificatiemanager? De rol realisatie- verificatiemanager is eigenlijk. een rol die we zo bedacht en genoemd hebben. Om te voorkomen dat iemand ooit een functie zo gaat noemen als mij. Die overeengekomen prestatie, waar we het net over hadden, ja. daar staat iemand voor aan de lat. Bij mij is de rol realisatie en verificatiemanager verantwoordelijk voor de overeengekomen prestatie. Dus eigenlijk alle elementen die daarmee zijn, alle handelingen die daarmee samenhangen in een proces gebundeld, is die rol. En dat betekent dus, enerzijds dat je je gaat richten op welke verankeringen heeft die prestatie nou in het contract heeft. Maar anderzijds ook, hoe heeft die, die nu in de organisatie naar uh, de stakeholders, naar andere contracten? Maar ook naar projectmanagement en ja. hoe is de levering ingericht en heb ik een uitwijk en wat is mijn, mijn planning van mijn middelen? Precies. Heb ik backup, heb ik klachten? Uh, hoe zijn die processen en wat we erover afspreken, past dat dan ook in elkaar? En daar ga je eigenlijk die overlap met projectmanagement, ga je die daar tegenkomen? Dat denk ik ook. Denk ik ook, want dat, dat lijkt me dan typisch, zou ik zeggen, taken en dingen die een projectmanager mee moet nemen in heel zijn project en in zijn planning en in zijn uh, voortgangsrapportage of wat dan ook. We hebben een mooie uh, ja, combinatie ook: contractmanagement, realisatie- en verificatiemanagement en projectmanagement. Um, ja, ik vond het leuk om in ieder geval uh, van gedachten te wisselen. Is er nog iets wat jij. Zou willen vullen, of dat je van Nou, Hans, dat is een belangrijk thema, wat ik wel zie passen bij projectmanagement, contactmanagement en het, ons thema. Je kunt het niet alleen. Hey Hans, ik denk dat je gewoon dat je de meeste, de meeste dingen op hoofdlijnen wel geraakt hebt. Het risico als je zo'n vraag aan mij stelt, is dat ik nog een half uur doorga, want ik, ik raak hier niet over uitgesproken. Um, maar ik denk dat de basis er ligt en ik hoop dat heel veel mensen dit als Tereer zien om daar eens wat meer over te gaan ontdekken en te denken: van hé, hey, wat doet dat dan voor mijn dagelijkse werk? Ja, nou, dat heeft in ieder geval mij ontzettend veel opgeleverd. Uh, je kan niet alleen het begrip, en ik denk ook eerlijk gezegd, de, de kwaliteit van projecten binnen organisaties ook beter van wordt als je elkaar begrijpt. Je kunt het niet alleen. En dat het vak. Booming is, dat is duidelijk. En ik zie ook iets wat ik tien, uh, 15 jaar geleden met het vak projectmanagement heb gezien ontstaan. Zie ik nou met het vak contractmanagement ontstaan. En volgens mij kunnen die twee elkaar alleen maar versterken door elkaar te begrijpen. Ja, je kunt het niet alleen. En elkaar ook te versterken op dat gebied. En het is zo handig als je net een beetje iets meer in kunt leven in de ander. En weet wat voor de ander belangrijk is en vice versa. Zo zit ik erin. Zeker weten, dus dan kunnen we denk ik alleen maar Hans uh, Ipma Nederland en Van Haren Publishing bedanken dat ze ons hier bij elkaar hebben gebracht ja. vandaag. Ik vond het een uh, heel leuk een, Kijk een, een uit. en eigenlijk een heel dit gesprek. Verder te praten. Dankjewel.